Kijk, vrouwelijke energie is gevoel. Dus als je geen contact met je gevoel kan maken, dan is die vrouwelijke energie er niet. Is die balans er dus ook niet. Ja, en dan is het veel overleven. En dat is natuurlijk heel vermoeiend. Dat zoveel gemakkelijker kan. En dan floot het ook. Ja, dat weet jij natuurlijk ook. Want jij hebt dat ook ervaren. Vind ik ook altijd heel mooi om jouw verhalen daarin te horen. Dat het eigenlijk naar je, ja, gewoon in, in, met gemak naar je toe komt. En dan ook. Um, nou ja, we helpen natuurlijk allebei ondernemers. Dat je dus met veel meer gemak, en met rust, en met licht, uh, en meer impact kan maken, en meer geld kan verdienen. Ja, dat is toch eigenlijk wat iedereen, denk ik, uh, nastreeft. Ja. Ja, in deze podcast ga ik in gesprek met Mira de Wild. En Mira de Wild is transformational mentor voor high impact women. Mira en ik hebben elkaar goed leren kennen op een retreat op Ibiza. Waar wij een week samen waren en flink de diepte in zijn gegaan. Um, wat betreft ons bewustzijn en leven vanuit onze vrouwelijke energie. En we hebben daardoor nodige highs en lows met elkaar beleefd. Uh, lagen van onszelf afgepeld om meer en meer uh, ja, weer te herinneren wat onze eigen kern is. En alhoewel we natuurlijk beide onze eigen persoonlijke reis hebben... in persoonlijke ontwikkeling... blijken we toch ook flink wat overeenkomsten in onze geschiedenis te hebben... wat al snel een band schept. Maar we kijken beide liever vooruit... en hebben ongeveer gelijk de reis gemaakt... om van, vanuit standje overlevingsmodus te shiften naar een nieuwe modus. Leven en werken vanuit ons hart. En dat is ook waar ik heel graag uh, met Mira over in gesprek ga. Uh, want naast dat Mira dit persoonlijk heeft ervaren... begeleidt ze ook al jaren vrouwen om meer te leven vanuit... Vrouwen vrouwelijke energie en uit een hart. Mira, welkom. Dankjewel, het is zo leuk om hier te zijn. Um, in plaats van in je hoofd leven en werken, leven vanuit je hart. Yes. Het klinkt heel lekker, uh, maar kun je aan de luisteraar en de kijker uitleggen wat jouw definitie hier, hiervan is en wanneer leef je dan vanuit je hoofd en wanneer leef je dan vanuit je hart? Mm, dat is meteen een hele diepe vraag. Mm -hmm. ja, 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 mooie vraag wel. En uh, ja, dat is, dat is, als ik hem wil gaan beantwoorden, merk ik al... oh, dan schiet ik eigenlijk in mijn hoofd. Dus dat is al, al een mooi voorbeeld daarvan. Dus wanneer je heel erg na gaat denken... ja, het lijkt misschien een inkopper... maar dan zit je natuurlijk heel erg vanuit je hoofd. En vanuit je hart is dat je echt het, het contact... en de verbinding maakt met je lichaam. Ja, en dat is natuurlijk een gevoel. En een gevoel is heel lastig om met woorden uh, uit te leggen... omdat dat iets is wat in je lijf gebeurt... Ik denk dat uh, in de samenleving waar we, waar we in leven... Um, en vooral ook onze, onze generatie, sowieso de generatie van onze ouders... heel erg opgevoed vanuit het hoofd. Hè? Dus ook uh, uh, ja, werken, presteren, uh, gaan. En um, ja, eigenlijk landen in je gevoel van... oh, wat, wat, wat gebeurt er? Wat, wat voel je? Hoe is dat dan? Ja, dat is niet zo hoe we echt... Zijn opgevoed. Een voorbeeld daarvan is ook dat vaak als je bijvoorbeeld een keuze maakt en iemand vraagt: Oh, waarom heb je die keuze gemaakt? Ja, dat voelde zo. Dan is het niet dat de ander dan zegt: Oh ja, oké, okay, mooi, bijzonder. Nee, dan gaan ze allemaal doorvragen omdat ze het met hun hoofd willen begrijpen. Maar gevoel is eigenlijk ja, iets, iets wat in jouw lichaam gebeurt, wat dus geen verantwoording nodig heeft. Mm -hmm. Dus misschien is dat wel het mooiste antwoord om te geven dat. Datgene wat jij in je lichaam voelt, dat je daar naar luistert, zonder dat je daar vanuit je hoofd een uitleg voor hoeft te geven. Ja, prachtig. Oh, dat is een hele mooie omschrijving. Uh, een iets, iets langere inleiding. Maar... <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja, maar dat heeft, het, dat heeft het ook wel nodig, uh, die context uh, daarin. Hey, en um, um, wat is het verschil in je leven om ja, meer vanuit je hart te te legen. Ja, wij weten het inmiddels. Ja, ja. Wij willen niet meer anders. Nee, zeker niet. Um, schieten ook nog wel eens naar de andere kant. Um, maar wat is het grote verschil? Want um, ja. ja, misschien ook uh, wel ondernemers die ook luisteren, die denken van ja, oh my God, ik ben eigenlijk wel heel veel een wandelend hoofd. Mm -hmm. um, helpt natuurlijk altijd om even het perspectief te zien van oké, okay, wat is dan dat verschil daar? Ja. Hoe zou jij dat uitleggen? Ja. Nou. Het is sowieso, weet je, je komt zo je komt snel neer op, op containerbegrippen. Maar ja, van de andere kant is dat vaak ook wel waar we naar verlangen. Je zit sowieso een stuk lekkerder in je vel. En ik zeg altijd: kijk, je lijf, ja, daar zit je de hele dag in. So, it better be good, toch? Weet ja, je wel? beter dat het fijn is. Dus, dus dat is op de eerste plaats al dat het daar fijner is. Um, maar het leven is zoveel lichter en gemakkelijker en fijner als je vanuit deze plek, dus vanuit je. Gevoel vanuit je hart leeft. Um, ik, ik merk zelf bij mezelf en natuurlijk uh, uh, de, de klanten wie ik, uh, die ik hiermee help, dat wanneer je heel veel in je hoofd zit, dan is het leven heel veel overleven, heel veel vechten, hard werken, veel die mannelijke energie. En die mannelijke energie is goed, die, die hebben we ook nodig, hè? De, maar in balans. En wanneer, uh, kijk, vrouwelijke energie is gevoel. Dus als je geen contact met je gevoel kan maken, dan is die vrouwelijke energie er niet. Is die balans er dus ook niet. Ja, en dan is het veel overleven. En dat is natuurlijk heel vermoeiend. Dat ja. zoveel gemakkelijker kan. En dan floot het ook, ja, dat weet jij natuurlijk ook. Want jij hebt dat ook ervaren. Vind ik ook altijd heel mooi om jouw verhalen daarin te horen. Dat het eigenlijk naar je, ja, gewoon in. in met gemak naar je toe komt en dan ook, um, nou ja, we helpen natuurlijk allebei ondernemers dat je dus met veel meer gemak en met rust en met licht uh, en meer impact kan maken en meer geld kan verdienen. Ja, dat is toch eigenlijk wat iedereen, denk ik, uh, nastreeft. Ja, ja. En hoe, hoe kan dat dan, zeg maar? Want je, je had het al even ook over natuurlijk uh, vorige generatie daarin. Mm. Maar hoe, uh, ja, hoe zie jij dat? Hoe kan dat dan dat er uh, nu in onze generatie dan ook zoveel vrouwen eigenlijk niet in contact kunnen komen met hun gevoel? Ja, uh, ik denk sowieso dat dat iets is omdat het je niet geleerd is. Dus kijk, als je kijkt naar vanuit de generaties, de ge generatie, nou, ik ben uh, voor de luisteraar 43. Dus dan kun je een beetje inschatten waar jouw eigen generatie zit, maar dat. Uh, nou, om, om en nabij, dus de generatie van onze opa en oma's, die komen uit de oorlog. Uh, sommigen hebben zelfs de oorlog ik denk eigenlijk zelf wel de meeste hebben de oorlog meegemaakt. Ja. Dus die genera generatie moest het land opbouwen. Dus daar heb je geen tijd om te voelen. Hè? Het land moet opgebouwd worden. Gaan, gaan, gaan. M maar dat zijn, de, uh, ja, dat zijn de ouders van onze ouders. Waarbij uh, dit natuurlijk een generatie ook was waar bijvoorbeeld ook niet gecommuniceerd uh, werd, hè? Dus om een voorbeeld te geven, mijn moeder is haar moeder verloren toen ze drie jaar was. En zij was de jongste van zeven kinderen. Daar mocht nooit meer over gesproken worden. Je kan natuurlijk nu niet voorstellen dat er een, een kindje bij, bij, bij jouw zoon of dochter uit de klas. een vader of moeder heeft verloren. En dat daar nooit meer over gesproken wordt. Gewoon niet. En, en dat is waar onze ouders. In opgegroeid zijn. Dus onze ouders hebben ook niet geleerd om met hun gevoelens om te gaan, want die gevoelens mochten er niet zijn. Nou, je kan eigenlijk datgene wat je zelf echt niet kent, is heel moeilijk om dat dan je eigen kinderen te leren. Dus dat is al een hele grote achterstand. Nu zijn wij een generatie waarbij, en al helemaal de generatie die, die na ons komt, waar persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld, ja weet je, wij, het, wij zijn dit nu allemaal open aan het breken, omdat het er is. Ook natuurlijk door die online uh, uh, wereld. Kijk, Ik weet dat toen ik toevallig vond ik laatst een dagboek van mezelf, uh, en toen ging ik mijn eerste retreat, dus was een eerste grote persoonlijke ontwikkelingsding, uh, deed ik toen ik 28 was. Uh, en toen ging ik naar Tsjechië voor een retreat. En nou ja, een beetje Tsjechië, weet je. En het was ook echt op een of Ik was er maar met één iemand. En, en, en dat ik daar ook dacht, wat, wat doe ik hier eigenlijk? Maar ja, uh, toen konden we niet zoveel vinden. Dus ik, ik heb ook geen idee hoe ik dat gevonden heb. Nu google je even Retreat. En je wordt bedolven. Ja, precies. Dus de generatie na ons, weet je wel. Die, dat is al helemaal uh, dat, dat het open ligt. Um, dus ja, het, het, het is ons niet geleerd. Nee, nee. Omdat zij het ook niet... Onze ouders konden het ook niet, omdat het hun ook niet geleerd is. Dus, dus ja, we komen uit het hele andere tijden als je en laat staan dan weer nog verder in, in de generaties. Ja, ja. En heeft dat dan ook uh, zeg maar, te maken met de piramide van Maslow? dat we daarin dus in onze behoeftes tegen maar steeds meer. Uh, voorzien zijn um, en dat we nu ook in die persoonlijke ontwikkelingslaag veel ja. meer zitten. Omdat, ja, wat je zegt al, hè, in de oorlog ging het überhaupt gewoon, hé, hey, we moeten overleven, wederopbouw, ja. daarna gewoon, hé, hey, we, we moeten brood op de plank, uh, ja, letterlijk, uh, ja, denk nou ik, nou voor ja. onze ouders. Ja. En dan, um, en ja, nu, ja. dat er wat meer ruimte komt daarin. Ja, en ik denk nog verder terug was, was die noodzaak van overleven nog groter, van, van dat brood op de plank. Ja. Dus... Dus, dus zeker, ja, weet je, we, hebben, we leven natuurlijk nu ergens waarbij eigenlijk je het altijd redelijk goed kan hebben. En, en, en natuurlijk uh, is er ook armoede in Nederland, hè? dus dat wil ik niet uh, bagatelliseren. Um, maar feitelijk heb je hier gewoon altijd een dak boven je hoofd en eten op de plank. En natuurlijk is het voor sommige mensen een wat grotere uitdaging, dat begrijp ik. Um, maar ja... De, de basisbehoeften zijn er eigenlijk. Dus dan kun je je op andere dingen uh, gaan focussen. En ik geloof ook dat onze genera generatie er is om ja, heel veel oud zeer wat er op de, op de lijn uh, ligt. Ook bijvoorbeeld, uh, nou jij ja, zei net al van, wij leven heel erg vanuit onze vrouwelijke energie. Um, nou ja, daar, daar ligt behoorlijk wat, uh, wat trauma op de, op de lijn. En, ja. en ik geloof dat wij daar wel voor zijn om, om dat. Op te gaan lossen zodat we het niet meer verder door hoeven te geven aan de generaties die na ons komen. Ja, ja. En kun je een voorbeeld noemen van zo'n trauma die op, op de lijn ligt? Ja, um, seksueel trauma. Dus um, ik denk dat zelfs in onze generatie dat negen uh, uh, van de tien vrouwen, nou, dat kan net even wat anders zijn qua aantal, maar dat iedereen wel eens seks heeft gehad terwijl je eigenlijk niet wilde. Ook al is dat met je eigen partner. Dat is al niet oké. Okay. Dit is jouw lijf. En daar mag jij, jij mag altijd nee zeggen. Maar dat heel veel uh, vrouwen van ja. Maar weet je wel voor de relatie. Uh, nou goed, daar kunnen we een hele podcast uh, apart oh, ja. over opnemen. Wat, 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 wat we daar nou, uh, nou van vinden. Um, maar uh, kijk bijvoorbeeld, mijn, mijn oma is. Uh, die, die wordt hopelijk uh, 100 jaar in, uh, in januari. Oh, ja. En uh, die woont nog op zichzelf. Daar kan ik hele open gesprekken mee hebben. Dus. Zo hadden we het dus ook een keer over seks. En die had een heel fijn huwelijk met mijn, uh, met mijn opa. Die waren heel erg gek op elkaar. Maar zij vertelde op een gegeven moment: ja, als hij wilde, dan had je dat gewoon te doen. Dus toen zei ik: Oh, dat, dat vind ik best wel heftig, Oma. Ja, dat vinden jullie allemaal in deze tijd. Maar vroeger was dat gewoon zo. En dan kan mijn oma dat vanuit het hoofd dus wel zeggen. Maar het lichaam, ja, die heeft wat anders gevoeld. En trauma. Uh, slaat zich op in het lichaam. En als jij seks moet hebben... tussen aanhalingstekens... terwijl je het eigenlijk niet wilt... is voor jouw lichaam is dat gewoon traumatiserend. En dan hebben we het nu over mijn oma. Maar um, uh, ja, het, we nemen zeven generaties mee aan uh, trauma. Hè, want trauma wordt gewoon overgedragen... Uh, met de geboorte, of, of kan. Het wil, het wil niet per se zeggen dat, dat jij het meeneemt, maar dat, uh, die, die kans zit er wel in. Dus wij dragen eigenlijk zeven generaties mee aan ja, seksueel trauma ook, waarbij je als vrouw zijnde gewoon het maar had te doen als jouw man het wilde. Mm -hmm. En hoe, want je zegt van oké, okay, je kunt het van zeven generaties zeg maar, uh, bij je dragen. Um, um, ja, vaak. Je dat nog niet eens in je bewustzijn, zeg mm -hmm. maar. Want stel je hebt dat zelf wellicht niet eh, zo mm -hmm. ervaren. Kan je, kun je ja, kun je ja. Er dan wel last van uh, ervaren? En hoe ja, Werkt hoe uitzicht? Ja, of hoe <laughs> ja. uitzicht dat dan? Ja. Zeg maar. Hoe kan ja. dit zich dat, dat bijvoorbeeld uit? Want ik denk dat daar ook wel veel onwetendheid over mm -hmm. is. Dat iets misschien helemaal niet van jou is. Ja, of... klopt inderdaad. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je tijdens seksueel contact dat je iets voelt, dus bijvoorbeeld een ongemak, of of. Uh, nadat je contact hebt gehad. Ook, ook wanneer het fijn was. Hè? Dus met, met ook liefdevol dat je een. Ja, ik noem dat als een onbestemd gevoel. Of, of dat er een soort van. een schaamte op zit. Hè? Dat er, er heerst ook een, een, een grote schaamte op, op seks. Dat komt natuurlijk ook vanuit, uh, vanuit de kerken. Seks is vies, mag niet. Uh, uh, of alleen maar om, om kinderen te krijgen. Um, ik kan het beste uitleggen aan de hand van. van dieren waarbij ze dat getest hebben. Dus een. Uh, je hebt een oma-muis, een moedermuis en een kindmuis. En daar hebben ze de, de cellen van bekeken. En een normale cel is van nature rond. Dit is dus gewoon wetenschap. Hè? Uh, maar wanneer, een, uh, wanneer je getraumatiseerd bent, dan is een uh, uh, cel oneffen. Dus ze hebben, dat ja, is natuurlijk een beetje zielig, maar uh, ze hebben oma-muis getraumatiseerd. Kun je dus ook zien aan de cellen. Uh, moedermuis is geboren. Nou, verder niks mee gebeurd zeg maar. En kindmuis is geboren. Die kindmuis, uh, daar konden ze bij de cellen al zien dat die oneffen waren. Oftewel uh, het kleinkind, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. het kleinkind werd al geboren met getraumatiseerde cellen. Dus daar zat al uh, trauma in de cel. En dat is wat ik net ook zei, hè? dat dat het trauma slaat zich op in de cellen. Dus bijvoorbeeld um, uh, kijk, tussen tuss tuss je nul tuss en vier doorgaans herinner je je daar niks meer van. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat het dan niet uitmaakt wat er met jou als kind gebeurd is. Want jij, ja, je was toch maar drie. Dus jij ja, kan dan een kind gewoon lekker mishandelen, want die herinnert zich toch niet. Nee, we weten allemaal dat dat niet zo is. Uh, Trauma slaat zich op in de cellen. En dat kan dan zelfs zo zijn dat je het in je bewustzijn niet meer weet, maar jouw lichaam weet het wel. Dus daar zijn veel voorbeelden als we dan even op het seksueel misbruik blijven. Stel je bent seksueel misbruikt op de jonge leeftijd, dan kan het zijn dat je in je bewustzijn daar niks meer van weet, maar dat je tijdens, uh, tijdens seks daar wel iets op voelt, omdat het opgeslagen is in je lichaam. En zo kan dat dus ook zo zijn met trauma, wat je meeneemt vanuit generaties voor je. Dat ja, jij geen weet ervan hebt dat er iets is gebeurd omdat er in jouw leven misschien ook daadwerkelijk niks gebeurd is maar dat dat het wel dat je het wel voelt mm -hmm. tijdens, tijdens bijvoorbeeld seksueel contact omdat je het mee hebt genomen vanuit uh, vanuit de lijn ja en kan dat dan ook veroorzaken dat je bijvoorbeeld meer vanuit je hoofd leeft in plaats van je lijf dat je Zeker. denkt van ik ga daar dus weg ja want dat is niet ja, want, geen fijn gevoel. Ja, want als er gevoelens zijn die niet prettig zijn, en dat begint al eigenlijk vanuit de jeugd. Hè? Dus eigenlijk tussen je nul en je zeven jaar. Eigenlijk moet ik zeggen, vanaf, vanaf de buik. Dat je bij de buik, of in, in de buik in de van je moeder, moeder ja. zit. Ja, daar, daar gebeurt het al. Je bent gewoon ja, één met je moeder. Dus alles wat je moeder voelt, dat voel jij uh, eigenlijk ook. Nou, tussen, tussen, tussen 0 en. Nou ja, min 9 maanden, 7 jaar. Uh, dat, dat is je, je blauwdruk. Dus alles wat daar gebeurt. dat sla je op in je blauwdruk. en dat neem je mee de rest van je leven in. Um, en um, nu is het zo dat als er dat dat jij als kind is jouw emotionele brein nog niet ontwikkeld oftewel je je kan bijvoorbeeld nog niet relativeren dus als er iets gebeurt stel je vader uh, uh, is er niet of je vader blaf je heel erg af uh, ja we kunnen nu misschien denken van oh hij heeft de hele dag hard gewerkt en hij heeft dit en dat meegemaakt context ja precies dus het is niet zo leuk dat dit gebeurd is maar we snappen het als kind zijn dat, 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 je snapt dat niet het enige wat jij voelt is pure afwijzing hè? Want je vader wijst je af. Dat is niet waar, maar dat is wat je, wat je voelt. En als je dan op zo'n moment niet ondersteund wordt door je ouders uh, in, in het voelen van die emoties, wat, wat ik net al zei, wat je ouders dus eigenlijk waarschijnlijk ook niet konden, omdat ze het zelf ook niet hebben geleerd, dan is dat zo onveilig hier. Dan kun je eigenlijk maar één ding doen. En dat is vanuit de overleving schiet je naar je hoofd. En hoe vaker dit soort dingen gebeuren, leer je dus eigenlijk. Dat het hier bij je gevoel in je lichaam niet veilig is. Want het is super ongemakkelijk om naar je hoofd te gaan. Ja, en dan is het eigenlijk. Ja, is je, is je blauwdruk geboren? En, en, en dat. Uh, of, of. Je blauwdruk is niet geboren, maar je blauwdruk is vastgezet. En dat neem je vervolgens de rest ja, van je leven. en dat wordt mee. dan, zeg maar, je standaard modus operandi. Dat je dan zo. En dan voordat je het weet, ja, inderdaad, sta je al jaren in standje overlevingsmodus. Ja, en, uh, ja. en wat, wat veel. Uh, veel vrouwen sowieso. Nou, ik, ik, ik werk sporadisch met de mannen, met name met vrouwen. Dus daarom dat ik meer uit ervaring met vrouwen kan, uh, kan spreken. Uh, wat ik merk bij veel vrouwen is dat zij ook vanuit deze overleving. En vaak ook. Ik zie heel erg als, als universeel uh, trauma, zeg maar. Dat vaders er niet uh, waren. En dat kan echt letterlijk helemaal niet. Of dat ze gewoon veel aan het werk waren. Hè? En dat is ja. natuurlijk met een hele mooie reden om ons een mooi leven te geven. Uh, maar ook weer, dat is weer rationaliseren vanuit ons nu als, als volwassenen, maar als kind zijnde. Ja, ja, ja. Had je misschien ja. wel anders nodig ja. gehad. En, en wat veel vrouwen zijn gaan doen, is, is ze zijn gaan presteren om uh, erkenning te krijgen, om gezien te worden. En uh, dat is dus eigenlijk een overlevingsstrategie om, om datgene wat ze nodig hebben, dus liefde, erkenning, aandacht, uh, ja, te krijgen. Um, en vaak was het ook zo hè, dat als je dan presteerde dat die vader er dan wel trots op je was of, of er wel was. Uh, ja, en dat, dat blijf je dan eigenlijk doen. Wat je natuurlijk ook heel veel oplevert. Want dat merk ik ook mm -hmm. nu met de, de high impact women waar ik mee werk. Weet je, wel, hebben super mooie dingen neergezet, succesvolle zaakvrouwen. Um, maar zijn er wel veel al gekomen vanuit dat vechten. Ja, nogmaals, heeft je mooie dingen opgebracht. Alleen dan kom je wel op een gegeven moment op een punt van. Ja, en. Het is uh, wel vanuit dat, weet je wel, dat overleven. En, maar ja, dan komt, dan, dan komt een beetje de paradox. Want dan, dan is er ergens wel. Uh, het verlangen van, oh ja, het klinkt wel heel fijn om het ook vanuit ease, vanuit flow. Dat, dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar de paradox daarin is dan ook dat het tevens de grootste angst is. Want je hebt natuurlijk dat imperium, om het maar even zo te noemen, of om, laten we het een kaartenhuis noemen. Het kaartenhuis heb je opgezet door op een bepaalde manier ja. erin te staan. Door dat vechten, door dat overleven. Ja, dan, en dan wil je dat die rust wel. Dan wil je wel naar binnen maar dat keren. Huis daar, daar. Maar ja. wat gaat daar gebeuren? Dan val ik dadelijk om. Ja. Dus het is leuk contact met je hart, maar blijft dan alles wat ik heb wel staan. En dan zie ik toch vaak dat die angst groter is dan het verlangen. Plus dat het verlangen, ja, dat, dat is altijd helemaal, kijk, Een hart heeft niet uh, twee kanten in de zin van oh, dat, dat licht, weet je, wel, het licht, de, het geluk, de, het gemak. Nou, de, kom maar. Maar dat donker, ja, nee, dat, dan gaat het dicht. Kijk, het hart is open of het is dicht. Dus als jij echt die connectie met je hart wil maken. en je wilt dus dat licht, om het maar even zo te mm -hmm. noemen. ja, dan zul je ook bereid moeten zijn. Op om die andere kant die andere, Ja, maar anders gaat dat uh, niet ja. gebeuren. En, nee. en dat is dan de angst. Oh ja, maar als dat dan komt. Mm -hmm. hè, want, want vrouwen weten heus wel. Of man, en mannen net zo goed, die voelen heus wel ja er zijn echt nog wel wat dingetjes waar ik heen mag die ik aan mag kijken en dan gaat niet uh, ja dan gaat het nee. wel even pittig worden ja en dan ja. kan ik kan ik mijn bedrijf dan nog wel leiden kan ik nog wel ik ben weet je, je bent misschien moeder je bent vader kan ik nog wel voor mijn kinderen zorgen ja 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 ja, ja dat ja. is doodeng natuurlijk dan dat is, ja. is super eng kijk en ik weet uit ervaring dat uiteindelijk als je het niet aangaat ja, dan val je om ja. Je valt niet om door het aan te nee, gaan, je nee, valt nee. juist om Ja, door dat is het... juist die uh, contradictie daarin. Precies, ja. ja. ja, ja. Ik zeg niet Absoluut, dat het één dat het nee. groot feest is. Nee. En wat ik wel e e mooi hier aan vind... Ik, uh, zelf herken ik hier iets enorm in... Um, en misschien kun je daar ook wel wat meer aan toevoegen. Um, ik weet dat op een gegeven moment mijn vader naar me toe kwam. Uh, of nee, althans, die was in gesprek met mijn partner. En die zei: van, Nou, ik heb er toch wel een beetje spijt van dat ik er in de jeugd van die meiden niet zo heel veel was. Mm. En hij vertelde: Mijn partner vertelde dat aan mij. En ik zo: hè? ja, maar dat in mijn herinnering is dat helemaal niet zo. Maar het zette me toch ergens aan het denken. Dus het was aan het denken, inderdaad. En nou ja, dan heb ik ook coachingsessies en dag uh, niet zozeer daarop gehad, maar op andere thema's. En uh, in één, inderdaad, uh, kwam ik er dus achter uh, dat ik. Uh, um dat dus wel had ervaren, maar het zat niet in mijn bewustzijn, want in ja. mijn herinnering was hij er gewoon altijd, zeg maar, ja, mm. om vijf uur. Uh, alleen, uh, inderdaad, hij was gewoon bezig met werken, inderdaad, had wat minder met emoties. Dat, ja, daarvoor kon ik gewoon bij mijn moeder terecht. Ja. En dat was inderdaad van hij was gewoon, nou, ik ben gewoon aan het werken en ik ben aan het profijden voor jullie. En uh, hij deed ook veel met ons, zeg maar, in mijn herinnering ook. Sta ik altijd met hem te sporten en uh, had in, daarin, denk ik, ook wel een andere love language, wat ik nu, oh, ja, ja, ja. Wat ik nu weet uh, ja. daarin. Maar Um, het zit dus ook niet altijd, zeg maar. Dus als je het aan mij had uh, gevraagd, zeg maar, had ik gezegd nee hoor. Ja. Terwijl mijn vader dat dus zei. En daarmee werd dus ook bij mij, weet je, opende mm. het iets in ene. En toen dacht ik, oh, het zat dus in mijn onderbewustzijn. Ik ben daar later dus met coaching achter gekomen. Dat ja. het in mijn onderbewustzijn zat. Dat ik daar toch wel uh, iets in heb gemist. Ja. Terwijl ik daar helemaal niet bewust ja. van was. Ja, mooi is dat. Ja, dat is. Um, kijk. Um, kijk, die jeugd is, is, is heel belangrijk. En soms krijg ik ook bijvoorbeeld de vraag: van ja, waarom moet ik gaan vroeten in mijn jeugd? Ben, ga ik dan niet juist alle ja, ding... dingen? Ja, allemaal dingen. Ja, kijk, en dan zeg ik ook altijd: kijk, weet je, als alles goed gaat in je leven, dat je, alles is oké, okay, laat lekker zitten. Weet je, dan, dan prima. Maar als je, uh, nou ja, bijvoorbeeld, ik, ik werk dan op, op, op twee, uh, met twee uh, uh, pijlers, om het zo maar te zeggen: dat is of liefde. Dus of het lukt steeds niet in je, in je liefdesleven, of het is inderdaad dat je. Uh, hard aan het werken bent met een D en je wilt naar hard werken met een T. Dus dat er daar eigenlijk ook iets. ja, Dat het niet heel lekker loopt. Dan heb je je hebt ergens wel een probleem. Ja. Dus je hebt ergens wel iets in je leven waarbij je zegt. Het uh, gaat eigenlijk niet helemaal lekker. Ja, dan weet ik bij, bij allebei, dat zit gewoon in je jeugd. Dat durf ik echt gewoon mijn hand voor in het vuur te zetten. Weet je, het is nooit helemaal zwart-wit. Dus laat ik zeggen, 9 van de 10 keer. Dus ja, dan, uh, um, dan is het juist heel mooi om te gaan kijken naar je jeugd. En kijk, jij zegt ook van ja, maar ik wist dat eigenlijk niet. Nou ja, dat is natuurlijk altijd het mooie wanneer je daar een, een professional voor, voor uh, uh, je, je, laat, of je laat begeleiden door een professional zoals jij ook hebt gedaan. Ja, ja, Want ja, ik ja, bedoel, ik heb er ook technieken voor ontwikkeld. Ik kom er altijd achter. Ja. Ik kom er altijd achter. En nogmaals, ga niet lopen vroeten als er, als er geen probleem is. Ik ga geen probleem maken. Maar ik weet gewoon dat hier altijd wat onder zit. En door natuurlijk de juiste technieken daarin uh, te, in te gebruiken. En nou goed, ik, ik doe dit al zo lang. Heb ik heb natuurlijk methodes voor ontwikkeld. Kom je er altijd achter. Ja, ja, en ja, dan ja. kun je ook gaan, gaan helen. Maar ook al weet je niet exact wat er gebeurd is. Je, er zijn, er zijn verschillende invalshoeken. Je kan ook vanuit een gevoel gaan helen. Weet je, ook al weet je misschien niet misschien ja, exact ja, ja. wat eronder zit. Dus er zijn uh, ja, verschillende methodes voor. Maar je, ik, je, ik, ik weet als therapeut zijnde gewoon dat als er een bepaalde overlevingsstrategie is, en, en nou ja, hard werken vechten is een overlevingsstrategie. Ja. Daar zit gewoon iets onder. Ja, anders ja, ga je die ja, strategie ja. niet inzetten. Nee. Ik vind dat wel heel mooi dat je dat zegt van oké okay, als er na nou, één van de twee of wellicht nog iets anders, weet je, wel, als dat wel daar aan en er moet wel een probleem zijn, zeg maar. Je hoeft mm -hmm. er niet in te vroeten om het te nee. vroeten inderdaad. En nee. dat uh, in, in mijn geval was dat dus ook zo inderdaad dat ik daar ook echt wel tegen liep... zeg maar in, in de periode met de rouw om mijn moeder. Daar kwam dat toen oh, naar ja. boven, zeg ja. maar. En daar mocht dat dus gezien worden. Uh, terwijl als dat misschien niet gebeurd was, uh, dan was ik daar ja, dan was ik er nooit tegenaan gelopen en dan had ik dat ook nog nooit uh, ontdekt dat ik daar überhaupt uh. Last van had. Zeg ja, maar, maar dat, ik geloof wel dan dat dat, kijk, als dat echt, als je daar echt als kindzijde op onbewuste laag mm -hmm. last van hebt gehad, dan komt het hoe dan ook wel Wel, wel weer naar boven. Ja, ja. ja, ja alleen ja, weet ja. je wat het is? Kijk, het is natuurlijk als kindzijde, we hebben geen referentiekader, dus het nee, is ook niet is zo vraag. dat je ja. denkt: van kijk, nu kunnen we kijken van. Oh, ja, we oh, dus zijn gewoon heilig, zeg maar, ja. daarin. Ja, dus ja, dat wat je gewend bent, dat, ja. dat is. Ja. Weet je, dus, dus je denkt van: oh, mijn vader is er niet. Nee, want weet jij, weet jij veel. Weet jij wat normaal is? Maar een kind voelt alles, dus het is eigenlijk in een, een, een dus een onderbewuste laag, waarbij je wel dingen uh, tot je hebt genomen, ja, waar je in je bewustzijn dus inderdaad niet bij kan, omdat je geen vergelijkingsmateriaal hebt en ja, kennis ja, kennis niet, bijvoorbeeld. Nee, nee. Nee, je hebt niet nee. tien vaders, zodat je kan zeggen, oh ja, nee. maar dat is het perfecte, weet je wel? Yeah. En wat ik net ook zei van, ja, die die emoties, dat is nog ook allemaal nieuw, dus je kan ook niet plaatsen dat als je iets hebt gevoeld als kind, dat je het meteen kan plaatsen. Oh, dat komt omdat mijn vader er niet is. Ja, ja. nee, die context is er helemaal niet. Nee. Ik weet dat ik het... Nou, ik denk dat het nu vijf jaar, nog maar vijf jaar geleden, uh, dat ik dus leerde over de vijf uh, love languages. Oh, ja. En dat vond ik al <laughs> zo'n openbaring <laughs> dat ik ja, dacht, oké, okay, ja, en misschien even... Je, jij weet daar alles van, natuurlijk misschien leuk om even toe te lichten voor degene die uh, niet weten wat, uh, wat dat is. Want ja. ik denk, ja, als ik er vijf jaar geleden pas achter kwam, denk ik dat heel veel mensen... Niet weten wat dat uh, nee, nee, wat het ja, is. Nee, ja, dit is, het is wel eigenlijk een must-read boek. Ja. Het gaat erover dat iedereen zijn eigen liefdestaal heeft. Um, en dat je dus in een relatie, maar dus ook in het ouderschap natuurlijk. Het geldt net zo. Hij ja. heeft trouwens ook het boek voor uh, Love Language uh, voor je kinderen. Um, kijk, stel dat uh, wij hebben een, een relatie en jij hebt het heel erg nodig om te horen dat ik van jou hou. Maar ik zeg nooit dat ik van je hou, maar ik, ik laat je dat voelen. Dus ik geef jou heel veel knuffels. En ja, dan kan jij zeggen: ja, je houdt niet van me. En dan denk ik: hè? Maar ik geef haar, ik geef haar zoveel liefde. Maar dan spreken wij dus een andere. Love language. Want jij hebt het nodig om het in woorden te, te horen. Dus zo kan het zijn dat je dus uh, de woorden nodig hebt. Of dat het juist op, op gevoelsbasis, hè, dat, het, dat je het moet voelen. Of bijvoorbeeld in de vorm van, uh, van cadeautjes. Dus stel dat iemand juist, dat ik juist uh, heel vaak... Ik hou van jou tegen je zeg, maar ik geef je nooit een cadeautje. Dan zeg je, je, ziet, je houdt niet van mij, want je ja. geeft me nooit een cadeautje. Dan denk ik, hè? Huh? Maar ik zeg, ik zeg echt tien keer per dag, ik hou van jou. Maar dat komt al helemaal niet bij jou over. Dus daarom is het interessant om altijd te gaan kijken... of te gaan on ja, onderzoeken. Er zijn ook gewoon testjes uh, op internet. Maar dat boek is gewoon ook wel leuk om te lezen. Uh, ja, wat is je eigen love language? Wat is de love language van je partner? En als jij dus weet... oh, maar uh, hij, vindt het, hij of zij vindt het heel belangrijk om cadeautjes te krijgen. Ja, dat zit eigenlijk niet zo in mijn natuur. Maar ik, ik weet dat het voor hem of haar heel belangrijk is. Oké, okay, nou ja, dan moet ik er af en toe even aan denken om cadeautjes te kopen. Ja, ja, dus dan ja. ga je eigenlijk elkaar elkaars taal meer, uh, meer spreken. Ja, ja. Hey, en wat um, maakt het... want jij hebt hier nu een heel bedrijf uh, opgebouwd. Uh, Je hebt net ook even een switch uh, ge gehad. Um, wat maakt wat jij zo bevlogen bent over dit onderwerp... over de liefde, over feminine energy? Ja, ja. Nou, dat, dat, dat is uit eigen ervaring... Um, dus eigenlijk, uh, ik heb verschillende bedrijven gehad. En mijn bedrijven zijn ook altijd ja, met mij meegegroeid. Ik, uh, ik doe ontzettend veel aan, uh, aan persoonlijke ontwikkeling. Dat is ook echt mijn, ja, mijn passie. Ik vind het ook heel mooi om continu uh, te mogen groeien. En ik heb gewoon gezien wat het met mij en mijn leven heeft, uh, heeft gedaan. Uh, dus ik kom. Uit een hele. Uh, en dat lijkt al een ander leven hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, ik kom uit. Uh, ik ben tussen mijn vijftiende en mijn dertigste. Heb ik heel veel heftige depressies gehad. Dus mijn leven was gewoon heel zwaar. Heel kut ook vaak, als ik het zo mag zeggen. Uh, mijn hart is heel vaak gewoon. Het is gewoon zoveel ellende eigenlijk. Uh, niet lekker in mijn vel zitten. Hard werken. Overleven. Strijden. Ja, en. en ik zei altijd: van ja, maar mijn leven is 360 graden gedraaid. Dan zit je eigenlijk weer terug, maar 180 <laughs> lijkt gewoon te weinig. Want als ik terugkijk op mijn leven, denk ja, het is bijna alsof ik alsof dat leven wat ik ooit geleid heb, alsof ik dat niet in dit leven was. Mm -hmm. Ja, Je staat gewoon echt op een andere tijdlijn. Zo, en, ja, uh, zo, yeah. zo finaal anders. Ja, en en dus, ik, ik ja, ik ben eerst zelf heel veel gaan doen en toen ben ik mezelf Vervolgens opgaan. Ik ben niet mezelf opgegaan gaan leiden. Ik heb me later, later opleiden. Dus ik ben opleiding tot multidisciplinair uh, therapeut uh, uh, gaan volgen. En vervolgens ook opleiding op het gebied van een meer holistische, dus energetische, uh, ener ja, energetische behandelingen. Dat vind ik eigenlijk niet de juiste bewoording. Maar dat is al helemaal iets waar, waar woorden heel lastig voor te vinden zijn. Um, ja, en ben ik daar vrouwen, vrouwen mee gaan helpen? En dat is in eerste instantie. Uh, met de liefde. Dus, uh, dus heb ik, uh, ben ik vrouwen gaan helpen om um, ja, mijn traject in van liefdespijn naar gelukkig zijn. Dus om destructieve um, relatiepatronen uh, om, ze, om ze te helpen, ja, weet je, ze kwamen eigenlijk altijd bij, me. ik wil die man. Mm -hmm. Maar ja, Zelden wordt they want give them what they need. Uiteindelijk is het natuurlijk, ja, ik kan het geen man beloven. Mensen, ja, misschien zijn er mensen die dat wel, maar ja, ik weet niet wanneer die komt. Nee, nee. He, De ware kan ook pas over tien jaar klaar zijn voor jou. De ware liefde ben je zelf. En wanneer jij die liefde in jezelf hebt gevonden, ja, dan snap je dat je hele andere partners ook aan gaat trekken. En dat is, dat is in de liefde. In liefdesrelaties is dat zo. En het is zelfs ook zo. Kijk, ook al herken je, je misschien niet in. Uh, toxische relaties, of dat je de verkeerde partners aantrekt. Maar heb ik ook gezien: veel vrouwen die wel een relatie hebben. Maar ja, hoe verbindend is die relatie eigenlijk? Want als jij niet het contact met jezelf hebt, kun je geen verbinding met de ander hebben. Want je moet eerst verbinding met jezelf hebben, wil je, wil je met de ander kunnen leggen. Dus voor een succesvolle relatie, of je nu denkt, of, ja, of, je, of je nu wel in een relatie zit, of het steeds maar niet lukt, je hebt die connectie met je hart nodig voor, voor verbinding. En dat is verbinding op. Op meerdere, meerdere lagen, dus nou ja, dat is natuurlijk waar ik zelf ook doorheen ben gegaan mm -hmm. ja. En en daar is dus nu dat uh, het business stuk ook bij gekomen, omdat ik daarin ook heb gemerkt: ja, weet je, het wat ik doe is vrouwen helpen om die connectie met hun hart te maken en dat is op het gebied van liefde en op het gebied van business. Omdat op het gebied van business heb ik dus gezien... dat zoveel vrouwen nog in die overleefstand zitten... van hard werken, van overleven. Ja, en heb ja. ik zelf ook ervaren hoe dat zo anders kan. Ja, en dan, dat is het vuurtje bij mij altijd. Als ik, als ik gewoon zelf ergens doorheen ben gaan en ik voel zelf, ja, weet je, dat het, dat het 180 graden gedraaid is. Ja, je hebt de kennis in huis om iemand daarmee te, te helpen... Ja, 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 dan is natuurlijk ja, ja. niks mooier dan dat om, om dat te doen. Dus ja. dat, is, dat is mijn passie, dat ik de ene kant ken en ik ken ook de andere kant. En ik heb, ik heb daar de, de, de methodieken voor om ze daar doorheen te, te begeleiden. Ik vind het wel heel mooi dat je dat ook zo voorleeft, weet je? Dat je het zelf ook voorleeft, want dan kunnen mensen het ook voelen in jouw energie, kunnen mensen dat ook zien van, hé, hey, wat is er veranderd? Want als ik, ik weet niet hoe jij dat maar als, je, als ik dan terugkijk, denk ik van, oh. Wist, weet je wel, wist ik dit bijna ja. maar tien jaar geleden. Maar dat gaat eigenlijk. kon ik dat maar voelen? Want jij zegt dat zo heel mooi: die verbinding met jezelf, inderdaad, uh, als je dat voelt, dan kan je relatie ook zoveel verdiepen. Ja. En dan, weet je wel, als je dan terugkijkt, denk je van, oh, wacht even. Maar weet je, wat? anders was, het... ja, misschien was die gastfout of dit. Het is zo makkelijk gezegd natuurlijk, ja. maar was je ja. zelf daar wel in verbinding met jezelf? Ja. Uh, daarin? Ja. En nu denk ik echt, als ik dan terugkijk, van, mooi, wat een onwetendheid eigenlijk ook bij mezelf. Ja. Um, soms ook als in een relatie zit, ik denk dat er ook bij veel mensen, ik zie dat ook wel om me heen, bij een aantal uh, relaties, dat er het bewustzijn is er ook nog niet eens nee. uh, hierop. En daarom nee. wil ik, vind ik het ook zo belangrijk om dit gesprek met je te hebben. Want dat gaat me dus, dat gaat me echt aan het hart. Dat ik denk van, oh. Wist je het maar. Weet je wel, als je. Ja. Ik gun het je zo dat je dit mag ervaren. Dat je zo die diepgang ook in een relatie ja, mag ervaren. Ja, maar ja. het begint bij jezelf. En ja. dan kan die diepgang. En dat ja. vind ik echt heel mooi dat je dat aanstipt en dat. Oh ja, ik kan wel ja. ook van de daken bijna schreeuwen. Dat ik ja. denk van, oh uh, liefschat, er ja. wordt wakker, ja. zeg maar. Want <laughs> nou ja. er kan zoveel meer verdieping in je leven komen en zoveel meer verbinding met andere mensen ontstaan. Ja. Op een hele, veel diepere laag. Ja, ja uh, dat is ook, en dat, dat is echt mijn, mijn missie, mijn zielsmissie ook. Dat ik voel dat, weet je, dat hebben wij in de wereld ook nodig. Dat mag, dat lichtniveau, zeg maar, mag, mag zo, uh, zo omhoog. en... Um, kijk, weet je wat het is? Het is natuurlijk makkelijk en, en een eerste reactie hè, om de vinger naar de ander te wijzen. En dat, weet je, dat, dat is, ook, dat is ook, ook prima als we in het proces, maar vervolgens is het natuurlijk weer goed ook om weer even bij jezelf, oké, okay, maar welke rol heb ik hier eigenlijk in? Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld ook als we het dan hebben over relaties, hè, wat jij net zegt, oh die foutgast, uh, wat ik dan vaak zie van, uh, ja ik trek altijd emotioneel onbereikbare mannen aan, weet je, die willen zich nooit echt binden. Ja, maar ik weet eigenlijk altijd al, weet je, wanneer jij mannen aantrekt of vrouwen die emotioneel onbereikbaar bent, zijn ja, hoe, hoe bereikbaar ben je eigenlijk zelf? En dan denken ze vanuit hun hoofd: "Ja, maar ik ben super bereikbaar." Maar dat is helemaal niet waar, want het is heel stiekem is het heel veilig om dit type partner aan te trekken, want dan hoef jij je ook niet echt te binden. Ja. Want er zit een angst ook weer onder van als ik me echt ga binden, ja, maar dan kan ik ook gekwetst worden. Dus dit, dit soort partners zijn allemaal heel veilig. Uh, maar er zit dus ook onder dat ze zelf eigenlijk niet de echte diepe connectie met hun hart hebben. Dus als je daarin ook eigenlijk iedereen en alles wat op je pad komt gaat zien als een spiegel. Mm -hmm. Maar hé, hey, interessant. Wat, weet je wel, en of dat nou is in, in een partner of in een klant. Of weet je, soms als je uh, vervelende klantsituaties hebt, ja, tuurlijk mag je even. Even razen op, 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 op dat, weet je, mag je daar je eigen emoties bij hebben, maar om dan vervolgens even een stap terug te nemen van. En daar heb je die connectie dus ook uh, voor nodig. Hé, hey, maar hoe komt het eigenlijk dat dit op mijn pad komt? Wat wil wat wilt mij dat zeggen? Wat, weet je wel, wat mag ik hier uit, uit leren? En dan, ja, dan zijn heel veel situaties hele mooie spiegels, maar daarvoor is die connectie ook weer nodig. Weet je, dat die connectie met je hart. Is op iedere laag zo essentieel, maar het is ook net wat jij zegt. Het vereist wel in de spiegel kijken om heel eerlijk Sorry. naar jezelf te zijn. Van, weet je, want Net zoals met zelfliefde, is dus ook een beetje zo'n container hè? maar je zegt het natuurlijk niet zo makkelijk over jezelf. Oh, ik heb geen zelfliefde. Nee, tuurlijk heb je zelfliefde, maar zelfliefde vanuit je hoofd. Hè? Tuurlijk ben ik het waard. Ja, maar voel je het ook echt? Omdat het allemaal zo. Eigenlijk toch spannend is. Is het ook weer makkelijker om het vanuit ons hoofd allemaal te zeggen dat het zo is. Ja, ja, ja. ja ben je bereid om echt te landen, even te zakken, in die spiegel te kijken? Het oh ja, ja, eigenlijk, eigenlijk, mag ik, ja, kan ik nog wel een laag dieper. En ik bedoel, zelfs. Uh, uh, nou, ik weet ook dat jij hebt ook superveel veel gedaan. Ik, nou, weet je, als ik al kijk wat ik dit jaar alleen al aan persoonlijke ontwikkeling uh, in mezelf heb geïnvesteerd, en zelfs ik kan nog dieper. Weet je, mm -hmm. er zijn altijd diepere lagen natuurlijk uh, uh, aan te raken. Ja, 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 ja. Maar die basis dat je echt voelt van, oké, okay, voor, voor mij, hè, want dat is misschien ook wel een vraag die die luisteraars zouden hebben. Van ja, wanneer weet je dan of je echt contact met je gevoel hebt? Uh, want, want ja, nogmaals, er zijn meerdere lagen uh, in aan te raken, maar dat je weet van nou, die basis is in ieder geval wel goed. Dat is voor mij als je bereid bent, uh, openstaat uh, en, en durft te ontvangen alles wat er is. Dus dat donker en dat licht. Want feitelijk is kijk, verdriet of angst of paniek of de negatieve tussen emoties. Het is ook maar een emotie. Ja. Het is net zo'n emotie als blijdschap. Dus, dus wanneer, jij, wanneer jij er zo in staat van oké, okay, nou ja, yeah, bring it on. Ja, dat, is, dat is voor mij een teken van ja, weet je, dan... dan... Je voelt het en ja, ja. dat is oké, okay, dat is zeg maar zo die basis. Want um, uh, en dan zijn er misschien nog weer lagen te ontdekken. Als je wilt, zeg yeah, maar. Yeah. Want dat is wel. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Want het is natuurlijk een soort never ending story uh, daarin. <laughs> hè. Uh, je kunt je ook helemaal verliezen daarin. Van yeah. oh, ik heb nog meer te ontdekken. Ik moet nog maar afbellen. Uh, zodat het bijna een excuus uh, kan worden. Van yeah, oh ja, klopt. ik zit hierin. Um, um, vanuit waar zeg maar. Is dat dan nieuwsgierigheid? Of vanuit waar kom jij, zeg maar, dat jij denkt van oh, ik wil daarin nog wel. Ik ga daar nog wel weer in verder. Ik weet mm. dat je net weer, uh, nou, twee, volgens mij, ayahuasca-reizen hebt drie. Uh, gehad. Al oh, drie, al yeah, alweer. alweer. Ja, ja Ach, hebt gedaan. Ja. Wat ja. het maakt dat je dan toch weer verder gaat daarin, ja. zeg maar. Nou, ook dat is een gevoel. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, net zoals met, met plantmedicijn. Uh, weet je, dat is, dat is niet zozeer een keuze die je maakt. Dat, dat zegt ze ook: hè. met mama ayahuasca, dat roept je. Ja. Uh, nu heb ik dit jaar uh, al zeven reizen gemaakt waarvan. Twee, drie nachten achter elkaar. En in december ga ik waarschijnlijk weer. Terwijl mijn hoofd ook denkt: oh my god, no. Maar het is dus iets wat. wat zo. ja, wat je, wat je voelt. Um, nou ja, en het, en het is ook zo dat. Um, ja, die. Doordat er zoveel lagen zijn. Dus, dus nu. Ja, sommige luisteraars die zullen denken. geen idee waar je het over hebt. Sommigen weten waar ik het over heb. maar zijn er nog niet geweest. En anderen die herkennen het. Maar het multidimensionale veld. ja. dat is weer een hele nieuwe laag. Dus, dus, dus het is eigenlijk. iedere keer als ik weer, weer verder ga. ontdek ik weer iets. Um, waardoor ik dieper kan gaan. Um, maar wel vanuit een lichtheid. Dus als ik kijk naar. Um, Weet je, het, het eerste stuk van persoonlijke ontwikkeling, dat is echt het zwaarste, mijn inziens. Weet je, mm -hmm. als je echt je trauma en weet ja. je wel, die, die eerste... Eens. Dat is rouw. Maar, maar wanneer, je, wanneer je daar doorheen bent gegaan, dat wil niet zeggen dat er geen trauma meer kan komen. Hè? Want, het komt soms ook weer in andere vormen terug. Ja, ja. In, in mijn vorige... Dus je weer een dus stukje mijn, aankijken. Ja, ja, mijn laatste reis ben ik echt op een heel diep stuk gekomen. En denk je, ja, jezus, wanneer houdt het dan weer op? Maar het is op een gegeven moment, je hoeft niet steeds voor die zwaarte te kiezen. En daarmee bedoel ik dat ik sprak laatst bijvoorbeeld met iemand en die zei van, uh, nou, ze had al een mushroom trip gedaan. En toen nou, nou, kwam die eenzaamheid weer. Ja, dat is mijn rode draad, eenzaamheid. En toen dacht, nou, kom maar, kom maar weer, weet je. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Dat hebben wij natuurlijk ook uh, samen ervaren tijdens het retreat in Ibiza. Um, um, dat is ook een verhaal wat je jezelf vertelt. Van, oh ja, maar dit is mijn rol. Ja. Oh, kom maar weer. Nee. Het, weet je, en dan mag het er wel zijn, maar wat ga je ermee doen? En dan moet ik wel bij zeggen dat het daarin wel echt belangrijk is. dat je wel die traumaverwerking gedaan hebt. Want dat is ook. Um, kijk, ik geloof mega in mindset, maar ik geloof niet in mindset. Als je nog diepe trauma-stukken hebt, want dan, dan is de valk weer van. Je gaat puur in je hoofd zitten. Ja, ja, ja. Maar... En dan gaat het ook niet lukken. Dus nee, 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 want dan raak je, je weer gefrustreerd. En dan je zakt het eigenlijk alleen maar dieper ja. weer. Ja. Maar als je die, die zware, of ja, die diepere trauma-stukken... als je daarmee aan de slag bent geweest, ja, dan is het vervolgens wel dat je kan kiezen. En dat, en kijk, en dat is natuurlijk ook door mijn diepere persoonlijke ontwikkeling. Ja, Weet je, dan. Ja ik, ik, ja, ik noem dat. Ik, ik krijg ook steeds meer gifts. Ik werk dus met energie. En weet je, dan kun je, kun je mensen helpen met de energie. Om in hogere frequenties te, terecht te komen. Om met hun eigen energie te gaan werken. Uh, met het multidimensionale veld. Ja, dat zijn dan weer hele andere. Lagen. Dus dit is nu ja, veel meer op groei gericht weer. Ja, en op ont, ontwikkeling. Ja, dus... In plaats van eigenlijk uh, ja, terugkijken ja. en even ja, opruimen, ja. is het nu weer gewoon op groei gebaseerd. Is het meer en, op, op verlangen op, dan ja. op pijn? Ik, ik doe niet meer mijn dingen omdat ik een pijn heb. Ik nee, doe nee. Het meer je verlangt op... daarna, je bent er nieuwsgierig naar, je wil daarin ja. Ja, ja. ontdekken nou ja. wat er voor ja, jou uh, is. en ik, ja. ik merk ook gewoon hoe meer ik dit doe, hoe meer ik weer voor anderen kan betekenen. Dus dus dat en kijk ja, het is ook dat is ook mijn missie om zoveel mogelijk uh, mensen te mogen helpen. Dus 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 ik merk ook al oh, iedere keer als ik een groei doormaak... Uh, kan ik veel meer betekenen in het leven van anderen. Dus dat is ja, dat is natuurlijk ook magisch. Ja, dat is echt dat is fantastisch. Ja. En hoe um, pas jij dit toe op uh, in je dagelijks leven, zeg maar met dagelijkse gewoontes... wekelijkse gewoontes? Um, ja kun je daar wat over delen wat jij doet om ja um, bij je gevoel te blijven ja. en niet weer terug te schieten zeg maar ja. in uh, de oude modus ja. nou het is voor mij ergens ook altijd toevallig vandaag ook met een klant, uh, uh, klant over dat als iemand die had onder me in want ik 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 werk dan met high impact uh, women en nou ja dat is omdat ik ook heel graag een ripple-effect uh, wil creëren. Dus iemand had gezegd: oh, wat zijn dat dan? Nou, vrouwen die dus ook met hun werk een impact op het leven van anderen uh, willen maken'. En iemand had daar onder gezet. Of toen vroeg ze van: 'Waarom die vrouwen?'. En iemand had daar gezet: 'Ja, dat, omdat dat meer geld verdient'. En dat is dan wel, kijk, het, het triggert haar blijkbaar. Hè? Dus dat is that's fine for me. Maar het is wel wel interessant, want. Uh, dat wil niet zeggen dat ik vies ben van, van geld, zoals de meeste, meeste mensen. Maar ik denk dat veel mensen niet beseffen dat het werk wat ik doe, het is niet zomaar werk, het is een hele levenswijze. Dus omdat ik met energie werk, uh, heb ik mijn hele voedingspatroon uh, uh, veranderd. Dus ik eet geen dierlijke producten, uh, geen gluten, geen suiker. Ik drink uh, heel af en toe glaas champagne, maar eigenlijk geen alcohol meer. En ik kom echt uit, uit en een gezin waar wijn gewoon mijn vader heeft wijn als hobby. In mijn koelkast lagen standaard vijf flessen wijn. Uh, ik ben heel erg bezig fysiek om mijn lichaam uh, up-to-date te houden, zeg maar. Het is, rust is voor mij heel erg belangrijk. Ik kan niet laat naar bed gaan. Ik heb rust nodig, omdat dat wat ik geef... Kijk, ik, ik, uh, mijn lijf is eigenlijk een, een, ja, een vehicle, maar het werkt door mij heen, zeg maar. Maar het is heel belangrijk om dit lijf perfect in, in, op alle gebieden in de goede energie te hebben. Want, want, want anders kan ik Vrouwen niet uh, helpen op de manier waarop ik ze help. Dus het is echt een levenswijze. Als ik een, uh, een sessie geef, kijk, ik zeg van: ik drink af en toe een glaas champagne. Ja, dat kan ik dus niet doen als ik die volgende dag een sessie geef. Dus, is, er, dus er zijn heel veel dingen in mijn leven. Uh, die ik aanpas op dat, dat werkelijk, omdat ik dat ook zo voel. Hè? Ja, dat is ja, natuurlijk ja, ja. wel een keuze. Ja, je maar dus, het, ja. ja, en dus ook rust. Rust is belangrijk. Als ik bijvoorbeeld een praktijk zou hebben en ik heb weet je alleen maar klant, 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 kan ik nooit geven aan mensen wat ik te geven heb. Dus rust is belangrijk in de natuur. Ik tap heel veel van mijn energie uit de natuur. Dus het is belangrijk dat ik veel in de natuur ben. Ik begin iedere dag sowieso met uh, mediteren. Uh, dus dat is, dat is sowieso echt een basis. Maar dat doe ik uh, gedurende de dag. Dus niet dat ik de hele dag door mediteer. Uh, maar ik plan, of ik, pl ik plan het ook niet. Ik voel gewoon ja, dat ik om de zoveel tijd. Dan, nou ja, thuis heb ik dan lekker mijn, mijn grote meditatiekussen. Ja, dan ga ik daar weer even zitten om weer het contact met mezelf uh, uh, te maken. Dus het is, het is, ja, het is eigenlijk een way of living mm -hmm. uh, om, nou ja, om dat contact met mezelf ook te blijven houden, maar ook om het te kunnen geven. Want wanneer ja. we hadden het net over van in, in een relatie, ja, je kan geen verbindende relatie hebben als je de verbinding met jezelf niet hebt. Maar dat werkt dus ook naar mijn klant toe. Wanneer ik dat contact met mezelf niet heb, ja. Maar ga ik, dat ook niet. Nee, nee kan nee, ik veel nee, minder nee. geven? Dus je gaat daarin ook echt voor waarde. Uh, van oké, okay, hoe kun jij zoveel mogelijk uh, ja, van toegevoegde waarde zijn. en in welke staat moet jij, heb jij dan jezelf te brengen. Ja. om dat dan ook daadwerkelijk te, ja, te kunnen precies. geven. En als je dan kijkt, zeg maar. Uh, versus, nou, ik noem het maar even de oude versie uh, van Miris. Dan je ja. overlevingsmodus. Um, hoe runde je toen je business, zeg maar. en um, versus nu? En um, wat doet het? Want ik. Ik wil dat verschil ook eventjes, zeg maar, inzichtelijk mm -hmm. maken. Want uh, ik weet ook, ik heb, en jij, ik weet dat jij dat ook hebt gehad. Heel lang hebben wij de overtuiging ook gehad van, ja, als ik meer rust hè, en dat meer doe, uh, ja, dat kan niet, want dat is niet goed voor mijn business. Ik nee. moet aan de bak blijven. Ja. Uh, we weten inmiddels dat dat niet waar is, dat zelfs het tegenovergestelde waar is. Um, hoe, wat deed jij toen? Ja. En versus ja. dus nu, nu zit je dan in die rustsituatie. Um, ja, en welke shifts heb je daarin dus gemaakt? Ja, nou dat is vooral ook iedereen willen helpen. Hè? Dus, 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 dus voorheen hielp ik, nou kijk, ik bedoel, um, als ondernemer weten we natuurlijk van... het is goed om een, om een specifieke doelgroep te hebben. Ik vond mijn uh, onderwerp al specifiek genoeg, dus dat is... Dus, 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 nou ja, en daar, daar kun je dus nog specifieker in zijn. Maar daardoor uh, hielp ik feitelijk iedereen die dat probleem op het gebied van destijds alleen nog liefde had. Waardoor ik grote aantallen had. En als je grote aantallen hebt, dan, dan is het dus veel drukker. Het is drukker in je, in je mailbox. Nou, uiteindelijk eerst deed ik, dat een, deed ik dat zelf. Volgens heb je natuurlijk een, een VA die, die dat doet, maar die, ja, in de energie voel je dat allemaal natuurlijk. Hè? Uh, je hebt met uh, meerdere uh, klanten te maken. Het was drukker. Het was altijd haast. Het was altijd het een na het ander. Als ik dan een uh, kijk, en, en ik, ik geloof ook dat iedereen die bij je komt, je helpt ze altijd op een kijk, jij bent altijd verder dan hun. En dan help je ze ook weer naar een volgende, volgende laag toe. Hè? Dus het wil natuurlijk niet zeggen dat ik ze daarmee uh, niet goed uh, geholpen heb, maar het was wel meer vanuit snelheid. Uh, niet, niet snel een klant helpen. Want ik ben daarin altijd... neem ik echt wel de rust en de ruimte. Maar snelheid bij jou bedoel je gewoon dat het bij jou... Eén minuut van ja, tevoren ja, ja. in, die, in die call zijn bijvoorbeeld. Ja. In plaats van dat ik nu... zorg ik ervoor dat als ik bijvoorbeeld... ook mijn sessies op mijn praktijk heb... ik ben er een uur van tevoren... En uh, voorheen zou ik het om 9 uur in plannen. Nu plan ik het om 10 uur in. Zodat ik nog door het bos kan lopen. Of naar muziek kan luisteren. Maar dus zodat ik helemaal online ben. Ja. En dan, dus, kijk, dan kun je denken: oh, je hebt een uur met de klant. Nee, het, uiteindelijk is het twee uur. En dan ook weer daarna. Weet je wel? Dus, 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 dus het is zoveel meer. Uh, maar ja, dat is ook fijner voor mij. Want ik ga ook overal met veel meer rust in. Dus het, is, het was veel drukker, veel meer doen. Uh, mijn hoofd helemaal van: Oh, moet dit, hoe moet dat doen. Terwijl, ja, is het is, ja, en, en dan hebben we het meer, meer ook over een ander business model. Hè. Dat is een mm -hmm. heel ander gesprek eigenlijk. Maar uh, ja, daar komt het dan wel meer, meer op neer dat, um, dat je misschien minder mensen helpt. En daar, maar daarom is het voor mij zo belangrijk om. Uh, High-impact-women te helpen, omdat je dan dus het drippel-effect creëert. Want als ik één vrouw help... maar die vervolgens weer duizend vrouwen helpt, of tien vrouwen die daaronder weer, weet je, ja, dan, ja, ja. dan creëer je eigenlijk hetzelfde effect. En dan, uh, alleen nu is het ook dienend voor jou. Dus ja, is, uh, dat ja. is al een mooie ja. shift. Ja, dus minder, maar wel beter. Ja. Hoger uh, Hoge niveau, um, waardoor je ja. Uh, yeah daarmee dus ook een enorme ripple ja, kunt ja. creëren. Nou ja, en ik merk ook, want dat is denk ik ook wat, wat, wat je net zei... dat we voorheen ook allebei die overtuiging hadden... van oh, je moet hard werken om een bepaald inkomen te, te behalen. Ja, ik merk nu dat ik heb, als ik kijk naar dit jaar... Um, ja, eigenlijk, eigenlijk nog nooit zo weinig gewerkt. En daarmee bedoel ik dus dat ik ook die, die rustmomenten voor mezelf steeds mm -hmm. uh, plan. Hè. Dus, uh, nou, ik heb al verschillende uh, persoonlijke ontwikkelingsreizen uh, gemaakt. Uh, ik heb net een vakantie van acht weken achter de rug in, in, uh, in de zomer. Ik probeer ook eigenlijk alle schoolvakanties van mijn dochter uh, vrij te plannen. Ja, en financieel ga, gaat het. Alleen maar stijgende lijn ten opzichte van de jaren ervoor, waar ik veel meer werkte. Dus ja, het is ook ja, een overtuiging ja, ja. dat je ja hard moet werken om dat inkomen. Dat, dat is niet waar. Nee, nee, nee. Dat is een hardnekkige, inderdaad. Ja. Nou ja, we, we, ik herken dat wel. Dat ik loop daar nog wel eens zo nu en dan tegenaan. Inderdaad, mm -hmm. als het dus dan. Weer, te, eigenlijk te druk wordt dat je erin schiet. Ja, en dat je denkt. Ja. Oh ja, um, het, het gebeurt weer. En dan is het inderdaad de kunst weer even om te shift. Omdat het nu is, het in mijn bewustzijn ja, dus, hè, Dan lukt luk dat om die shift. Uh, ja. Ook maar ja, te dat maken. is natuurlijk. Kijk, en, dat, en dat is waar ik vrouwen ook mee, mee help. Om die shift te kunnen maken. En, kijk, en ook dat is ongoing, hè? En kijk, en dat is, vind ik dat is eigenlijk ook wel heel mooi in wat ik doe. Kijk, ik wil heel. Uh, integer zijn. En, en daarmee bedoel ik, ik, natuurlijk, um, veel ondernemers in mijn, in mijn netwerk en ondernemers die je ook wat beter kent van de achterkant, van de achterkant, uh, ja, ik zo de achterkant van ja de achterkant, toch? Ja, ik snap wat je... <laughs> <laughs> Niet letterlijk de achterkant. Maar daarin zie je ook dat het niet, niet altijd helemaal zuiver is. En daarmee bedoel ik dat je ziet dat ze zeggen bepaalde dingen, maar je weet van de achterkant dat het niet waar is. En kijk, ik zeg, ik. ik, ik op het businessvlak help ik je om gewoon met, met meer gemak... meer impact te maken, met meer financieel succes. Ik wil daarin altijd integer blijven. Dus ik wil niet dit zeggen en dan aan de achterkant... dat ik hard aan het werken ben. Want ook omdat ik geloof in energie en werk met energie... dat, dat kan nee, niet. dat kan niet. Dus nee, iedere nee, keer nee, nee. als ik weer eventjes misschien wel in een angst schiet... Of, uh, 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 dat ik dan continu... Oké, okay, nee. Terug naar dat vertrouwen, terug naar die... Ja, Frequentie naar die energiestroom van oké, okay, wat, wat is mijn visie, wat is mijn missie en daar weer naartoe en dus dus eigenlijk die um, ja, dat gevoel van daarin heel integer en zuiver willen zijn, helpt mij ook om daar continu in te blijven. Want ja, anders klopt het niet meer in de energie. Nee, nee, en wat daar wat ik daar dus heel mooi aan vind, wat ik heb geleerd en heb ervaren ook met de jaren, is dat je als je vanaf die plek komt, maak je dus ook echt andere keuzes. Ja. En door die andere keuzes, daardoor hoef je ook veel minder te doen. Ja. En dat, dat vind ik echt, dan ga je de dingen die je doet, hebben veel meer impact. En veel meer effect dus ook. En dat maakt ook als voor degene die het dan dus wel met hun hoofd dan nog willen hè, begrijpen. Maar ja. dat, ik vond dat ook wel een hele fijne los dan nog even van ja, de energetische frequentie die dat mm -hmm. dan uh, uitstraalt. Maar doordat je gewoon, je kunt betere keuzes maken die veel meer aligned zijn met wie jij bent. Uh, daardoor kies je selectiever en dan heb uh, ja, je hebt minder waste, zeg maar minder ja. ruis om je heen. Ja. Waardoor het gewoon ja. veel uh, ja, sneller kom je eigenlijk tot tot uh, nou ja, whatever ja. <laughs> wat, wat je wilt bereiken. Yeah. Want, want hoe is dat? Heb jij dat is misschien ook wel heel leuk om te delen van wat is nou voor jou als je kijkt naar de afgelopen jaren een keuze geweest waarbij jij echt zegt oh ja maar toen heb ik die keuze vanuit mijn gevoel gemaakt vanuit mijn hart en dat is gewoon life changing voor mij geweest. Um, ja. Nou, um, uh... Daar heb ik er uiteraard meerdere van. Maar wat wel life-changing is geweest. Nou ja, wij hebben, we zitten hier niet voor niks, natuurlijk met z'n tweeën. Uh, dat is toch ook wel Ibiza uh, geweest. Mm. Um, en dat is nog maar kort geleden. Um, lijkt wel heel lang geleden. Ja, het lijkt hè? voor mij ook <laughs> wel heel lang geleden inderdaad. Zo lang is het allemaal nog niet uh, geleden. Maar dat is er in ieder geval één van. Uh, daarvan uh, zat ik van tevoren ook echt in mijn hoofd van, oh dit, dit kan niet en ik ga daar niet heen. Ik had net uh, nou ja, een uh, traject uh, bij haar gedaan en um, toen kwam er dus een retraite er, erop en ik zat helemaal in de weerstand uh, erop. Nou, we hadden ook een live dag um, eerst en um, ik dacht nee, nee. Ik ga er niet heen. Ik ga al naar Ibiza, want ik zou al naar Ibiza gaan. En dit zou dan wel aansluiten. Maar ik denk, ja, mijn kind is al, um, uh, weet je wel, is al naar de opvang. Dan moet hij twee weken naar de opvang. En dat vond mijn hoofd van alles wat van. Um, en, maar ik ging even inchecken bij mezelf en even voelen. En ik voelde gewoon, ik wil daarheen. Hmm. Ik wil daarheen. En ik zou daar vroeger dan dat niet hebben gedaan. Mm -hmm. En nu luister ik naar mijn verlangen. En ik neem nu mijn verlangen echt zo serieus dat ik daar dus... Nou ja, heen ben gegaan en daar heb ik voor mezelf weer een volgende ja, transformatie gemaakt. Veel meer in contact gekomen nog weer met mijn vrouwelijke energie uh, daarin, waardoor ik nog veel meer uh, vanuit ontspanning ben gaan ondernemen. Echt ook daarna radicale andere keuzes uh, heb gemaakt. In ik bijvoorbeeld nu doe ik drie keer in de week personal training in de ochtend. Daarvoor, dus even voor Ibiza, zeg maar, mm. zou ik dat nooit gedaan hebben. Dan dacht ik, ja, maar dan gaat er iedere dag weer twee uur van mijn uh, uh, werktijd af. Yeah. En ik heb maar weinig tijd omdat de co-ouderschap zo zat met yeah, jou. Yeah, en nu yeah. maak ik die keuze. En daardoor, dus door mijn gevoel te volgen, uh, volgen uh, zie ik nu, maak ik gewoon echt eerst prioriteit van mezelf. Boy. Echt heel ja, diep. Uh, waardoor mijn lijf weer gezonder is, waardoor mijn geest weer gezonder is, ik fitter ben, uh, ik dat weer doorgeef natuurlijk aan uh, mijn zoon en, nou ja, uh, en je klanten, aan mijn klanten ook, dus, uh, en daardoor ook weer voorleef ja. en um, ja heb ik echt wel mogen ervaren van um, dit is zo zo wil ik het en ik voelde dit altijd al in mijn essentie van hey het is toch niet gezond hoe we aan het leven zijn, het is toch niet sustainable, dit gaat mm. toch niet lange termijn want we zijn niet alleen de uh, business. Nee. We leven ook gewoon nu, zeg maar, en we hebben het nu ook door te geven. Ik heb het nu door te geven aan, me, aan mijn zoon. Dat is ook het leven. En ik ja. ben echt niet zo, ik zeg maar, noem dan zo'n moedermoeder, zeg maar. Ik ben <laughs> uiteraard, ik ben nog. helemaal moeder, maar ik ben niet, zeg maar, dat ik al op mijn uh, tiende wist, uh, ik wil laten moeder, zeg maar, niet zo. En ik sta ook geen uh, pepernoten te bakken <laughs> <Nee>? <laughs> op school, nee, dus, um, maar, um, ik voelde dat wel altijd van ik vind dat ja. zo belangrijk. Er is nog zoveel meer in het leven. Weet je wel, ik, ben niet mm. alleen, um, ik ben niet alleen het werk. Die andere dingen die tellen gewoon minstens net zo hard mee. Die zijn zo ja. belangrijk. En ja. daar heb ik ruimte voor nodig. Ja. Ruimte, er gebeuren dingen in je leven. Ruimte. Nou ja, soms ik heb ik dan een periode van rouw achter de rug. Maar daar is ruimte voor nodig. Ja. En als je dat niet neemt, dan kom je nou, wat jij zei, dus weer op die dan ontstaat er ja. een trauma. En, dat, dat wil je niet. Nee, en wat dan mooi is wat jij eigenlijk zegt, is dat we, dat is ook weer eigenlijk de paradox. Dus, dus ergens willen we er zijn voor ons kind en willen we het bedrijf. En, en dan uh, zijn we daar dus eigenlijk allemaal hard voor aan het werken en dat te ja. doen. En, en, en weet je wel, investeren in jezelf. Ja, hoezo ga ik nu investeren in mezelf? Weet je wel, dan ga je, neem je een, ik zeg niet dat het slecht is, maar dan ga je een business coaching traject doen. Terwijl, als je even een stap terugpakt en dus eerst naar jezelf toe gaat. En daarin investeert, dan heeft dat automatisch effect op alles. Dus eigenlijk ben je aan het vechten om dat contact met je kind. En die moet ik zo ja. vaak zien. Ja. Terwijl als je hem terugpakt, waar je, waarvan je denkt, daar heb ik geen tijd voor. Dat er eigenlijk juist op al die andere dingen dat er juist tijd ontstaat. Ja. Dat is eigenlijk hoe je dat heel mooi omschrijft. Ja, het is echt bizar hoeveel tijd daar dus... er is zoveel tijd daarin inderdaad. Ja, ja. ja, dus, ja uh. en ik vind jou echt een, een, een heel mooi voorbeeld. En ik ben natuurlijk een boek aan het schrijven... wat heel erg gaat, omdat naar je hart toe... en ik heb jou natuurlijk ook gevraagd of je voor mijn boek mag, <laughs> mag interviewen... omdat ik je echt vind um, dat, jij, dat jij dit echt embodied en echt leeft om vanuit je hart te leven en ja dat zeg je dan natuurlijk ook tuurlijk val je, heb je misschien soms je dingetjes maar ik vind wel echt dat jij dat uh, ja ik vind dat echt dat je op een hele mooie mooie zachte manier uh, ja embodies. en dat is um... Ja, als ik dan kijk, en dat geldt voor iedereen. Iedereen heeft zo zijn eigen pad. En bij mij zijn er ook, uh, nou ja, is dat ook niet vanzelf gegaan. Ik mm. heb ook echt hele intense gebeurtenissen in mijn leven gehad. Uh, eerst een scheiding inderdaad, daarna een groot verlies. Maar wat wel heeft gemaakt dat ik inderdaad. Ik moest ook echt naar die kern toe, zeg maar. Yeah. En um, ja, dat zie ik wel echt als een. Nu echt als een groot cadeau. Yeah. Omdat het zoveel ja, vrijheid in je, in je leven geeft. En het is zo. Ja, ik vind het af en toe nog verbazingwekkend dat ik het eerder, dus zeg maar, niet zag. Maar mm -hmm. kon en zelfs, ik noem dan net: het gaat niet om die personal training, hè? daar gaat het niet over. Want eerder had ik echt uh, ik sport mijn hele leven al heel veel, maar het ik kwam van andere plek en heel erg dan moest ik zeg maar van mezelf sporten dan moest ik daarheen en nu ga ik echt daarheen omdat ik het wil echt ja. gewoon vanuit een diep verlangen ja. en ik heel vaak voelde ik het niet dan dacht ik echt zo en nu weet ik van oké okay, als ik het voel dan kies ik daarvoor en dan kies ik ook voor kwaliteit ik had nu ook echt een hele fijne studio dan gevonden dat ik en een hele leuke chick dat ik dacht ik voel me hier fijn ja. en niet in zo'n nou ja ik deelde het onlangs op Social Media. Niet in zo'n afgerachte garage ja, zo met een zwart, trainer die ik echt niet inspirerend vind, nee. zeg maar. En nu sta ik bij een chick dat ik echt denk, wow, moet je die billen zien, nee. zeg maar. Maar gewoon ook echt gewoon onwijs leuke, weet je wel, hele leuke meid. En dat ja. ik denk van, ja, lekker, in deze energie wil ik zijn. En dat je dan gewoon echt kiest voor jezelf, voor ja. het allerbeste daarin. Mooi. Ja. Dus, uh, mooi. Hey, um, ik uh, wilde ook nog wel iets anders uh, aan uh, raken, um, want uh, jij, uh, jouw dochter, die groeit uh, bij jou op. Uh, mm -hmm. Haar vader is uh, niet meer in beeld. Mm -hmm. En ondertussen run je een uh, goed lopende business. Nou, first of all, daar heb ik dus uh, groot respect uh, <laughs> voor, want echt, oh my god, hoe doe je dat? Uh, want ja, haar uh, opvoeding komt dus grotendeels op jouw uh, schouders uh, neer, dus uh, pet je af daarvoor. Um, op welke manier heeft dit jou gevormd tot de vrouw die je nu bent? Oh, heel erg. Ja. Um, mijn dochter is tien jaar um, inmiddels. En um, nou, de eerste negen jaar heb ik volledig uh, uh, alleen gedaan. En uh, afgelopen jaar is er uh, een, uh, nou ja, mijn, mijn, mijn beste vriend en uh, ex-partner, maar niet haar biologische vader, heeft een vaderrol voor haar opgenomen. Dus dat is heel mooi. Waarbij we dus nu een. Ja, wel omgangsregelijk hebben en, en hij zich ook met de opvoeding uh, of opvoeding begeleidt. Um, maar goed, nog steeds grotendeels doe ik, natuurlijk, uh, doe ik het natuurlijk zelf. En um, ja, kijk, um, het heeft mij sowieso gevormd in die zin dat vanaf het moment dat ik haar kreeg, dat ik zoveel spiegels via haar heb gekregen uh, en uh, ja, dat daardoor ook mijn pad naar persoonlijke groei is, is begonnen. En dat ik naar mezelf ben gaan kijken. Want ja voorheen was het ook zo: we hebben het net over vingers wijzen. Ja, dat was ik heel erg aan het doen naar haar biologische vader. Uh, en ja, natuurlijk, daar valt ook natuurlijk wel een en ander over te zeggen. Maar. Um, ik ben op een gegeven moment gaan kijken, hé, hey, maar waarom, waarom heb ik dit geaccepteerd? Waarom, waarom is dit gebeurd? En, 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 en zo op meerdere uh, fronten gaan kijken. Ja, en, en kwam ik er gewoon achter, ik heb gewoon geen liefde voor mezelf. Gewoon niet. En ik kon ook geen liefde voor mezelf hebben, want ik had geen contact met mezelf. En dat is ook, we hadden net over zelfliefde. Mm -hmm. Weet je wel, je kan denken ook, oh, ik heb zelfliefde. Maar als je geen contact hebt met je gevoel. Kun je geen zelfliefde hebben? Want zelfliefde is een gevoel. En als je geen contact hebt met je gevoel. Of geen verbinding hebt met je. Dan, dan kan dat niet. Dus eigenlijk door haar komst. door de spiegels die ze mij onbewust. natuurlijk heeft gegeven. Uh, ja, is, is deze persoonlijke groei uh, uh, gestart. En ben ik ja, daardoor eigenlijk mijn missie ook gaan leven. door andere vrouwen erbij uh, te gaan helpen. Uh, maar het heeft natuurlijk ook. Ja, ik heb, dus als we dan kijken over, over vanuit jeugd en overtuigingen en overlevingsmechanismes. Dat is ook bij mij altijd hard werken geweest. En ik moet het alleen doen. Mm -hmm. ja, het is ook niet voor niks dat je dan, op, dat je een kind uiteindelijk alleen uh, op gaat voeden. Dus ik heb heel veel gevochten. Ik, ik heb, het is echt wel heel zwaar geweest. Ja, ja, kijk, op dat ja, ja. moment ga je gewoon door. Je hebt geen keus. Maar nu kijk ik terug en denk oh wauw. Ja, maar ja, op dat moment, ja, wat, 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 je hebt de je, dan zeiden mensen, oh, zo knap van je. Ja, wat, wat moet ik anders? Ja, ja, dan op dat moment sta je gewoon ja, je, je over. Ook, ja, je moet dat, ja, dat ja, is ja, toch ja. Een, een, een moeten, dus dat ja. is maar gewoon uh, doorgaan. Dus um, ja, dat is natuurlijk heel, heel pittig geweest, maar daardoor, ja, ken ik ook die zwaarte. Uh, en, en ik denk ook dat dat ook wel het stukje is wat me gewoon rete goed maakt in, in, in het mm -hmm. werk wat ik doe. Zowel op de liefde als op business vlak. Ik ken, ik ken gewoon die, die zware kanten. Ik, weet je, ik ben daar geweest. Ik, ja. vind, ik kan iemand niet helpen. Uh, omdat ik het weet uit de, uit de boeken, waar ik ook de kennis voor heb. Maar ik, ik weet het ook echt omdat ik het gevoeld, ook gevoeld heb. Je hebt het echt gevoeld, geleefd. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus, um, ja, dus dat heeft Dus je mij... begrijpt daarin in die zin de ander ook. Ja, Op dat moment zeker. Daarin kun je heel goed verplaatsen. Ja, ja. 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 Dus het heeft me gevormd als, als, als mens. En, en de groei die ik uh, daardoor uh, heb, heb mogen maken. En ook als uh, professional, zeg maar, in... In hoe ik daarin uh, uh, anderen mag, uh, mag helpen. Ja, mooi. Ja. Hoe zo dan eigenlijk al die dots dan, nou ja, dus in ons beide leven zo dan toch leiden tot dit. Hè? En dat ja. het daardoor uh, ook uh, nou ja, wat we misschien soms zouden bestempelen als mindere periodes. Dat dat dan eigenlijk uh, grote cadeautjes zijn. Uh, ja, in ons het, leven. Dat, dat, kijk, en dat is natuurlijk altijd. Want. want... Als je er zo naar, naar weet te kijken. Want ik zeg ook altijd: van ja, het, kan, het is of een cadeau of een bom. Ligt er maar aan wat jij ermee doet. Ja. Want ja, als je het. Uh, uh, als en voor alle, uh, alle duidelijkheid. Het is eerst vaak ook gewoon donker. Hè? Ja. En alles. Ja, het was bij ons ook niet meteen licht en een nee. cadeau. Nee. 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 nee, nee, maar ja, weet je, na het donker komt altijd het licht. Ja. En, en daarna is... komt soms ook weer het donker. nou er komt eigenlijk altijd ook weer het donker. Maar Laatste, ik is het is gewoon heel cyclisch, ja. Ja, weet je, van na regen komt zonneschijn. En na zonneschijn komt ook weer regen. Ja, ja, maar dan ja, komt er ja. ook weer zonneschijn. Dus ja, weet je, dat is weer... Waar we net overal die emotie. Ja, het komt, het gaat. Het is altijd mooi als een, om een emotie te omschrijven als een golf. Ja, er is een piek. En dan komt het, weet je, het, 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 het zakt ook weer. En, en, en zo gaat het. En het is zo zwaar ook als jij het zelf maakt. Omdat um, emoties worden op een bepaald. Die, kijk, je hebt een emotie, maar vervolgens ga je daar gedachtes bij creëren, mm -hmm. en dan zijn het eigenlijk weer de gedachtes die je emoties creëren. Kijk, en dat is natuurlijk ook mooi. Daarom, daarom werk ik ook heel graag met mindset, omdat mindset ook ondersteunend is aan je emoties. Ja, maar ja, nogmaals, ja, ja, ja. Je moet ook wel. Ja, en dat is wel mooi wat je zegt, want dan zeg maar, ja, licht donker. Van, oké, okay, ja, na nou, het licht komt donker, maar je Kom dan wel weer op een andere plek, omdat je het uh, ja, bewust bent, sneller vaak kunt signaleren, zeg maar. Waardoor ja. ja. Um, ik wil niet zeggen dat het lange licht blijft. Ik, niet in die zin van het is altijd licht. Maar je kunt er gewoon beter mee. Het wordt lichter. Ja. Het donker wordt lichter. Laat ja, het zo, en dan uh, is het donker is dan niet zo donker. Nee, is niet dat. Dus waar waar ja. je dan voorheen inderdaad bijvoorbeeld een, een, een gevoel van verdriet als heel donker ja. kon zien. Ik zie verdriet. Kun je nu niet dat donk... ja, ja, het is er gewoon. Ja, nou ja, is... dan huil ik flink. En dan uh, bedoel ik niet dat ik geen emoties meer nee, heb. Of zo. Nee, ofzo, nee, nee. Dat, 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 is, nee, nee dat is wel even een goede nuance om ja. even daar. Uh, maar het in te is er gewoon. En daarna is het gewoon weg en dan is het gewoon allemaal even, even ruk eh, weet je bedoel ja, ja en leven, dat is oké okay. ja, ja. Dat, maar dat is ook okay. en dat is het verschil en ik denk dat vaak het gevecht tegen emoties juist zorgt voor dat hele donkere ja, ja, terwijl als het er ja, gewoon mag zijn maar ja daar moet je even doorheen ja en dat is natuurlijk wel heel fijn om daar de juiste begeleiding in te krijgen omdat het ook wel heel spannend is ja, ik bedoel, ja. dat kunnen wij nu allemaal Leuk zeggen. En we zijn, maar, maar ja, we hebben het ook allebei met begeleiding gedaan. We ja. hebben ook niet zelf uh, een boeken en door die diepe stukken heen gegaan. Dus, ja. Nou, wij kunnen hier nog uren over ja, lullen. Ja. <laughs> maar we gaan hem afronden. <laughs> um, Mira, voor de luisteraars die meer over uh, jou willen weten, waar kunnen ze je vinden? Yes, nou op Instagram, Mira de Wild, Mira met Y, de Wild met DT. Dat is ook Tevens mijn website. Uh, ik heb een podcast. Dat is, uh, heet Messages from My Soul. Maar ik denk dat je me op Mira, de Wild ook wel, uh, wel kan vinden. Uh, dus uh, nou. Voel, uh, voel je welkom, iedereen ja. die luistert. Nou, dankjewel voor dit uh, mooie gesprek. Ja, ook en, uh, ik vond het heel belangrijk ook om dit onderwerp uh, uh, aan te, te raken. Wij hebben er veel gesprekken ook over natuurlijk, ja, uh, yeah, uh, behind the scenes, zeg maar. Uh, maar ook om dit uh, belangrijke onderwerp te, te brengen en toch ook wel een beetje naar het licht te brengen, omdat dit toch wel ja. een uh, beetje verborgen werk is. Uh, nou, wat wij uh, beide hebben gedaan, wat veel ondernemers doen en wat er ook gewoon bij hoort uh, bij de ondernemersreis. Dus, uh, Zeker, dankjewel. Dus, ja, ook bedankt. Nou, nou, en als uh, luisteraar jij ook dankjewel uh, voor het luisteren of als je gekeken hebt en uh, tot de volgende podcast.